In de eerste klasse F op zondag speelde GVAV Rapiditas een belangrijke wedstrijd tegen sportclub Joure. De Groningers staan op een teleurstellende 12e plaats en hebben de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie. Op 5 oktober vorig jaar wonnen de Groningers voor het laatst, uitgerekend tegen Joure, dat nu op een 7e plaats staat. De Groningers beginnen sterk aan de wedstrijd. Prachtige crosspaas van Ramon Nijdam op Rutwin Evers. De voorzet en Rachid Conquet schiet raak in de verre hoek. GVAV pakt al in de 5e minuut een belangrijke 1-0 voorsprong. Joure moet op zoek naar de gelijkmaker en krijgt een goede kans. Balverlies van Nijdam. De paas op de lange spits Pieter Westra. Hij raakt de bal verkeerd en die vliegt naast. Even later is het wel raak voor Joure. Corner vanaf rechts wordt van dichtbij nu wel binnengekopt door Pieter Westra. Na 20 minuten is het weer gelijk, 1 tegen 1. De corners zijn een belangrijk wapen voor de Friezen, die met veel mensen in het 5 meter gebied van doelman Remco Molenaar staan. De bal wordt gevaarlijk ingedraaid, maar de scheidsrechter fluit af voor een overtreding. Het staat 1-1 bij de rust in een niet al te hoogstaande wedstrijd. De eerste helft was het van ons niet optimaal. We hebben in de rust gezegd, je moet er meer energie in stoppen en je moet meer gebruik maken van datgene wat zij niet zo goed beheersen. In de tweede helft begint GVAV sterk. Farid Balvané aan de bal, passeert zijn man en hij schiet de bal binnen. Wat een prachtig doelpunt van Balvané. 2-1 voor GVAV. Na een uur spelen komen de Groningers goed weg. Keeper Molenaar werkt niet goed weg. Frank Tuinman schiet de bal binnen. Maar het doelpunt wordt afgekeurd door scheidsrechter Aalders. Met nog 10 minuten te spelen begint het erop te lijken dat na 10 wedstrijden er eindelijk weer eens gewonnen wordt door GVAV. De overwinning is natuurlijk geweldig belangrijk voor het moraal. Je hebt een aantal wedstrijden die verlies je en die jongens komen altijd op de training. Iedere keer is weer een nederlaag en toch blijven ze trainen en toch blijven ze erin geloven. En dan denk ik dat deze wedstrijd op dit moment hartstikke belangrijk is. Joure kan buiten de corners om niet gevaarlijk worden en dat helpt de Groningers bijna aan een doelpunt. Vrije bal vanaf links van Balvané, bijna in eigen doel gekopt door Sjouke Terpstra. GVAV krijgt vlak voor tijd nog een kansje op de 3-1. Invaller Ingmar Liesinga gaat op het doel af, het schot en hoog over. Joure probeert nog wel gelijk te maken. Sian Nguyen met een actie op snelheid. De voorzet wordt weggekopt. En de afvallende bal gaat hoog over. GVAV Rapiditas wint met 2-1 van Joure. Na 10 wedstrijden eindelijk weer een overwinning. En de Groningers stijgen naar de 11e plaats in de eerste klasse F op zondag. Als wij met deze inzet, met deze beleving gaan spelen, dan denk ik absoluut dat wij gaan halen. We zullen ongetwijfeld naar wedstrijden verliezen, maar we zullen ongetwijfeld punten pakken. En als de jongens dat voortzetten op deze manier, zoals vanmiddag, dan blijven we absoluut in de eerste klasse.